Hallo, mijn Joost hier en welkom terug bij het magische sneeuwwonderland van mijn Minecraft Let's Play. En zoals je misschien ziet zijn er een aantal dingetjes veranderd. Namelijk de trap. En staat hier een mysterieus blok met prachtige gouden blokken, omdat ik die rijkdom moest laten zien. Ik weet niet, ik dacht, gouden blokken doen we gewoon. Ja, de uitleg komt er nu van. Stap 1, ik wilde al een tijdje een andere trap. En ik dacht, Joost, we gaan gewoon even een trap bouwen off camera, want doet hij veel te lang over anders. Dus dat heb ik gedaan. Ik vind hem nogal apart, maar ik vind het wel oké eigenlijk. Dus ja, die laat ik nu even staan. En dan, dit prachtige magische bord. Met het dingen doen bord. En dat bordje was niet nodig. Oké, daar heb ik gewoon een beetje de dingen op gedaan die ik wil doen. Want vaak dan heb ik, zal ik nu eens doen? Dan ga ik naar de bord en denk ik, yeah, ik weet iets om te doen. En de goalblocks, want dat is cool. En ja, wat de planning is en wat wij vandaag gaan doen ook, is een dak bouwen. Want zoals je ziet is er een kleine crisis met sneeuw dat gewoon direct mijn huis invalt. En mijn hele huis loopt te investeren. En dat is natuurlijk niet oké. Het ongedierte. En ja, dat is de planning van vandaag. En wat we nog meer gaan doen later is een kelder maken met fatsoenlijke opslag. In plaats van een zwevende kist, een zwevende crafting bench. En ik weet niet hoe die heet. Hoe heette die ook alweer? Als iemand dat nog weet, zet het even in de comments. Want ik heb geen idee meer hoe die pumpkin heette. Ik noem je voor nu even Bert. Bert de pumpkin. Bert, blijf maar daar. En voor de rest, hier is nog ruimte. En ja, die wist ik ook nog niet. Dingen doen. Gewoon doelstellingen en... Ja, ik heb een tijdelijk bord gemaakt. Ik dacht, dat doe ik gewoon. Want dat doe ik. Hele goede reden. Oké, we gaan aan de slag. Wat gaan we doen met het dak? Ik ga, denk ik, dat van... Welke hout? We gaan even buiten kijken. En dan gaan wij besluiten welke kleur hout we gaan gebruiken. Non de jus. Waar kan ik even fatsoenlijk heen? Ik ga het voor het donkere. Dat is mooi. Het donkere hout. En dan gaan we het dak van maken. Heb ik daar nog genoeg hout van? 5. En... Oh, kijk. Het zijn nog aardig wat. Gaan we doen. We hebben al flink wat. Dus dan kunnen we in ieder geval, nou ik denk, een halve rondje maken. Is niet te veel eigenlijk, maar dat maakt niet uit. Zo. Dat is echt de lelijkste bouwtrap die ik ooit gemaakt heb. Oké. Wij kunnen dit. Hop. Ik hoop dat jullie dit... Oh. Ik verpest het nu al. Ik hoop dat jullie die trap die ik gemaakt heb ook wel redelijk oké vinden. Wat ik namelijk wilde, ik ga nog even een beetje uitleg erbij geven. Is dat ik gewoon in één keer de trap op kon rennen. Ik vond het irritant dat ik hier achterlangs moest lopen en dan omhoog. Dus ik wil gewoon in één keer hop en eromheen en ik ben er. Dus dat heb ik nu gedaan. En ook iets belangrijks, wat nog hier kan komen, zijn twee trappen zo. Hier naar beneden, naar de geweldige kelder, de skelderen. Die ik eigenlijk heel lastig kan maken, omdat het op een klif zit. Maar we bedenken wel wat leuks, komt goed. Maar we gaan verder met bouwen. Maar ik hoop dat jullie het dus ook wat vinden. Ik vond het in ieder geval beter dan de vorige. Hopen dat de boel niet weer glitcht. Nee. Plaats. Nonde. Nee. Ik word zo gek van dat position in het systeem. Het werkt echt voor geen meter. We gaan sowieso niet genoeg hebben voor één rondje. Ik hoop erop. Maar de hoop is laag. Het niveau van de hoop is ongeveer op 0. Gewoon letterlijk. Kom op. Waarom is een dakbouw altijd zo'n irritante rotklus? Maar uiteindelijk heb je er wel wat aan. Want je moet de sneeuw uit je huis hebben. Daar gaat het om. Daar gaat het heel erg om. Oh, en mocht je deze video trouwens kijken op de... Even denken, welke datum is het vandaag? Even snel kijken. Excuses. Het is 7 mei. Is het 7 mei? Oh, het is wel 7 mei. Ik dacht dat het 6 mei was. Oh, het is 7 mei. Op 7 mei. Mocht je de video op 7 mei kijken... Moet je even opletten, want dan komt er of vandaag of morgen een announcement video voor een livestream online. Dus als je dat wil kijken, moet je even mijn kanaal in de gaten houden en even die announcement video gaan checken binnenkort. Het kan zijn dat hij nu nog niet op staat, maar dan moet je gewoon even de boel in de gaten houden. Ik dacht ik meld het even. En we gaan even wat bomen hakken. Aangezien wij weer eens out of wood zijn. En dat is heel erg onhandig. Ja, echt, de sneeuw vind ik best wel cool in Minecraft. Ik vind het echt cool eruit zien. Het geeft een lekkere sfeer.
En met mijn prachtige gold block port. Die ik volledig legit gemaakt heb trouwens. Van mijn prachtige gold. En als het goed is, was het nog aan het koeken ook. Oh, nee. Is het alweer klaar? Heb ik zoveel gebruikt? Oh, ach ja. Boeien. Wij gaan weer even spruce wood hiervan maken. En dan stairs. Stairs. Yes. Ok. Hoeveel heb ik er? Ik heb er 40. Dat is alsnog niet zoveel. Waarom kost het zoveel tijd? 48. Nou, dan kan ik in ieder geval een stukje verder. Het is niet mijn hele plan om alles met sterren te doen hoor. Maak je geen zorgen. Anders duurt het ook veel te lang. Alleen ik denk de eerste 3 lagen of zo. Die worden sterren. En daarna gewoon een plat. Zoals ik eigenlijk altijd doe. Gewoon niet te moeilijk. Gewoon doen. En dan komt het allemaal goed. Alleen werken met sterren is niet mijn favoriete bezigheid. Hetzelfde geldt voor daken bouwen. Dat is ook niet mijn favoriete bezigheid. Maar het moet gebeuren. Oh, dat is onzin. Klits niet. Oké. Okay. Oh, en sommige mensen hadden ook gevraagd over mijn hardcore let's play, waar die heen is. En dat is een hele goeie. Die ga ik zeker gewoon nog mee verder. Het heeft alleen echt een eeuw geduurd. En die gaat ook weer online komen binnenkort. Ik had alleen gewoon geen zin meer. Ik werd er helemaal gek van dat ik gewoon geen fatsoenlijke enderpearls had. Om die ender dragon, om de dingen, hoe heet het? Ik heb helemaal vergeten hoe het heet. Niet nether fortress, niet dit een dungeon? Nee, echt een dungeon. Stronghold, zo heet het. Om een stronghold te vinden. Ik had er gewoon helemaal klaar mee. En dus vanaf mijn nether montage, enderpearl zoektocht montage, ben ik al op zoek naar die dingen. En ik werd er helemaal gestoord van. Het kan veel sneller, ik weet het. Dus ik had gewoon even geen zin meer. Dus dat is de reden waarom het heel eventjes op pauze stond. Of staat op dit moment. Maar dat gaat ook gewoon weer verder. Maak je geen zorgen. En ik heb ook gezegd dat ik ooit een modded let's play zou starten. Dat wil ik ook nog steeds. Klopt. Ik zoek alleen nog steeds even de juiste mods daarvoor. Want ik wil geen van die gigantische mods waar je dan weer je hele let's play aan moet dedicaten. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon mods die wel wat toevoegen, maar niet te groot. En dan wil ik bijvoorbeeld... Pas had ik een hele goede mod gevonden. En een hele mooie furniture mod. Alleen, dat was gewoon out of date. En er kwam net een nieuwe versie uit. Dat vind ik het zo het nadeel van mods, met die versies. En dan is hij weer niet up to date. En dan moet je weer moeilijk... Dat vind ik zo onhandig. Hetzelfde geldt voor plugins op een server. Dat is ook echt een ramp. Elke keer als Minecraft geüpdate wordt op een server. Dan word ik helemaal gek van. Dan moet je alles weer updaten. Kijk hoor, Optifine is meestal wel snel trouwens als mod. Maar voor de rest zijn ze meestal allemaal best wel traag. Ik wou namelijk ook pas de shaders mod installeren. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat geeft echt in Minecraft gewoon hele mooie schaduwen, et cetera. Maar die was ook out of date. Dus dat kon ook niet. Dit wordt echt een prachtige bouwtrap. Echt gewoon magnifiek. Kijk hoor. Zo. Ik noem het de slang. Zo heet het. Dat is mijn kunstwerk. Oh, verkeerd om weer. Het wonder zie. Waarom faal ik? Yes, eindelijk. Daarom haat ik met trappen werken. Nee, oké. Okay. Is 2 misschien al hoog genoeg? Ik weet eigenlijk niet. We gaan het zien. Zo. Kan ik fly of zo? Om even... Oh, fly mode enabled. Kan ik heel even... Sorry, ik ga heel even kijken of het hoog genoeg is. Anders moet ik wel helemaal moeilijk doen. En daar heb ik even niets van zin in. Oh ja, dit heb ik trouwens ook gedaan. Ik had een paar ramen weggehaald om 1 prachtig groot raam van te maken. Oh, en nog iets. Ik heb mijn textpack geüpdate. Waardoor mijn raam, mijn connected textures, weer heel goed werkt. En het weer 1 groot raam is. Wat ik wel nice vind. Is 2 hoog genoeg? Ik denk het wel eigenlijk. Want als ik nog een laag erbij maak, een stukje. Even kijken hoe dat uitziet. Ik denk dat het te hoog is. Dat het niet mooi is. Oké, okay, sorry voor de kleine pauze. Mijn harde schijf was vol, dus hij hield op met opnemen automatisch. Gelukkig heb ik wel dat heel snel gespot. Echt gewoon binnen 20 seconden nadat hij ermee ophield. Het is wel eens gebeurd dat ik echt gewoon een uur had gerecord. De eerste 10 minuten had hij opgenomen en de rest niet. Dus ben ik wel heel blij mee. Dat had ik echt zonde gevonden. Want het ging... We maakten eindelijk wat goede progress en het ging best wel lekker. Dus dat doen wij. We gaan gelukkig gewoon weer verder. En het ging gelukkig niet al te ver fout. Oh, hallo, mooi bord met gold.
We moeten nog een klein beetje hout hebben. Een klein beetje maar. Welke boom wordt mijn volgende slachtoffer? Wat? Slachtoffer. Deze. Doei boom. Het is leuk je gekend te hebben, maar nu heb ik je nodig. Voor mijn dak. Oké. Nou, wat is er? Huh? Oh, ik dacht heel even, omdat dit de blokken zat, dat die deur iets meer die kant op stond. Dat zag heel apart uit. We gaan even dit weghalen. Het verwarde mij. Ga door de deur. Dank je. Dit moet genoeg hout zijn. Trouwens, oh nee, ik heb ook nog nodig voor het platte gedeelte. Ik moet nog wel iets meer. Never mind. Nee, die boom mag blijven leven. Huh. Kijk, dit was een hele goede tactiek. Gewoon recht naar beneden. Door de boom. En hakken die boel. En hoeveel heb ik nu dan? Dan heb ik 59. Dat moet genoeg zijn. Voor de zekerheid gaan we toch... Hallo, heel veel tortjes. Omdat ik anders een cave kwijtraak. Dus we nemen nog een klein beetje meer mee. Dan weet ik, heb ik nu sowieso genoeg. En dan kan ik in ieder geval niet... niet weer... out of dingen raken. Zodat ik opnieuw moet hakken. Ik kom even lekker uit mijn woorden daar. Het gaat echt goed. Oké, we gaan weer mijn prachtige normale trap op. En daarna mijn ongelooflijk mooie slangentrap, die nergens op lijkt. Niet eens op een slangentrap, gewoon op misbaksel. Non de jus, ik ben vergeten ze in sters te veranderen. Nou, doen we gewoon even ter plekke. Dit werkt volgens mij heel slecht, of ligt het aan mij? Want als je ook eentje te weinig... Ik raakte net gewoon gold kwijt, omdat ik deze methode gebruikte, dat slepen. En dan had ik er steeds eentje te weinig. En de laatste die ik dan in mijn hand had of zo, die verdween gewoon. Ik weet niet wat er gebeurde, maar die verdween. Dus ik denk dat er iets glitchte. Ik vind het volledig onhandig, die methode, dus ik gebruik gewoon dit. As always. Zo, dat was niet nodig. Zo. Oké. Dat moet genoeg zijn, 52. Waarom? Oh, Joost, echt een debiel. Waarom heb ik nu alles erin veranderd? Oh, wauw, echt handig. Hoeveel heb ik nog? 5. Dit was echt niet verstandig. Kan ik alsnog hout gaan halen? Ach ja. Het is gebeurd. We kunnen niks meer aan doen. Hebben we in ieder geval wat voor de voorraad, zeggen we dan maar. Oké, heb ik dat niet meer nodig, maar dan ben ik uit. Ah, je weet me nooit. Oké. We kunnen er al 5 plaatsen. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Kom hier, blok. 5. Oké, okay, crafting table mee. En, eerst de beste doelwit. Daar moet ik heen. Dat zijn, die moet ik halen. Dat zijn vrienden voor Bert, de pumpkin. Waarvan ik zijn naam niet meer weet. Dus daarom noem ik hem Bert. Oké. Okay. Ja. Zo, deze boom gaat sterven. Ik heb je nodig, boom. We moeten echt naar het eiland. Als het nog kan deze episode, doen we dat. Want pumpkins zijn belangrijk. Bert's vrienden. Ja, dat zat. Dus Carol. Mijn tools zijn echt allemaal op sterven, zowat. Oké. Okay. Zo. En het hout. En opvullen die boel. En ik plaats weer eens mis. Soepeltjes. Oké. Okay. Het dak zit erop. Dat ging een stuk sneller dan gedacht, eerlijk gezegd. Ik dacht echt dat ik hier een eeuw over ging doen. Dan nemen we even de pro-route naar beneden natuurlijk. Huh. En ik miste volledig het bord. Oh, wacht, ik heb nog fly mode vandaan. Ik geen damage kreeg. Sorry, spijt me. Ik cheatte. Sorry. Gold tinkets. Best veel levels. Ik moet ook een enchanting ding gaan maken. Maar wij gingen naar het eiland, dat had ik gezegd. Om nom nom. Heb ik nog een boot? Of moet ik even een boot maken? Ik moet even een boot maken. Geen probleem. Maak er even 2. Want mijn skills... waarom kom ik niet uit mijn woorden vandaag? Mijn skills kennende, crash ik hem sowieso. Oké.
Ik kom eraan, pumpkins, pumpkins, jullie worden van mij. Doe. Vanaf het ijs. Ik wou zeggen, stijgen we op, maar dat is niet waar, want we varen gewoon. Ik kom eraan. Ik kom jullie halen, vrienden van Bert. Doei, Anand. Ik zie je zo weer. Als ik toch twee boten heb, crashen we gewoon deze volledig erin. Oh. Nee, Pum, jij gaat niet Bert zijn vrienden vernietigen. Oh nee, mijn zwaard. Oké, X. Kom dan, niet Bert zijn vrienden. Ah, ik win. Oh god, ik hoor een zombie. Oh god, een skeleton. Hallo. Je ziet meneer. Ja, goed zo, mes maar. Oh, deur is al mee. Ik neem ook even de sugar cane mee. Oh, een vriend. Meerdere vrienden. Zo. Alles is oké. Hey. Doe je? Gas. Nee. Ik wil niet geraakt worden door het skeleton. Kom op, vooruit. Ja, nou, vertel hem even geraakt. Oké. Oeh, dat huis ziet er best cool uit daar. Alsof ik het hele eiland own. Wat ook eigenlijk zo is, want het is mijn wereld. Maar oké. Dit is Carol. Het ziet echt vet uit, het eiland. Ik vind het echt een nice plek. En deze boot laten we even liggen in de haven. Zo, dit is de haven officieel. Oh nee, nee boot. Oké, we moeten een setje geven. Hoe de hel ben jij gecrashed? Oké, maakt niet uit. We gaan het even omdopen tot de haven. De haven. Zo, de haven. Dat maakt hem de haven. Zo. Oké, het wordt weer dag. Nice. Oh, een sapling. We gaan het even in het bos helpen. Dat is goed voor het bos. Oké. En ciao. Dat is goed. Oh, niet daar. Nee, ook niet daar. Daar. Ja. Dan kan het bos gewoon weer lekker groeien. En dan kunnen wij weer fatsoenlijk hout hakken. En dan stoppen wij de 7 pumpkins in de kist. En dan hebben wij dat compleet. Het huis schiet al aardig op. We hebben nu tenminste een fatsoenlijk... behalve de mismaakte slang. Die gaan we even weghalen. Dan hebben we een fatsoenlijk huis. En kunnen wij beginnen met de binnenkant binnenkort. En dan gaan we eerst even trouwens naar het bord des dingen doen. En dan gaan wij hetgeen de genaamd dak even weghalen. Ik heb geen zin om dat weg te halen. Dat is veel te moeilijk. Dat komt later wel. Als we alles opnieuw typen, dat kost veel te veel tijd nu. Zonde van mijn tijd. We kunnen veel betere dingen doen in de tussentijd. Ik ga even Bert meenemen. Bert is een jack-o'-lantern, dat is waar. Die zit tijdelijk even daar. Dan maak ik even een vriend voor hem. Hoe maak ik dat ook weer? Met een torch, volgens mij. Kool heb ik in mijn pocket. En dan doe ik zo. Waar zijn mijn pumpkins? Bert en Ans. Ans komt je vergezellen, Bert. Oh, zo niet. Hoe maak je dat dan? Oh, zo. Kijk. Ans staat naast je. Kun ik er een bordje bij plaatsen? Dat kan zeker. Ans, sorry. Sorry, Ans. Ik dacht even dat je Bert was. Zo. Ans. En Bert. Tenminste, als hij niet anders heet. Als hij anders heet, moet je het even in de comments zetten. Zoals hij... Want Fabian had hem een naam gegeven. Ik heb geen idee meer. Als je het weet, zet het even in de comments. En als je het niet weet, maakt niet uit. Dan dopen we hem gewoon om naar Bert. Gewoon officieel. En als je ook denkt, nee, Joost. Gewoon Bert. Dan zeg je gewoon Bert Joost. In de comments. En dan doen we dat gewoon. Ans en Bert hebben een mooi plekje gekregen. Ik vind dat best lachen eigenlijk, zo eruit zien. Goed zo, nee, jongens. Jullie waken over mijn huis. En jullie verlichten het. Zodat ik niet 20 torches in mijn huis hoef te dumpen. Onze diamond. Wat we even daarmee gaan doen, is een pickaxe maken om dit rampending te vervangen. Die echt gewoon op springen staat. Wat gaan we dan meer doen? Een zwaard? Of nu staan we voor een keuze. Wat is wijsheid? Maken wij een zwaard? Ja, we maken een zwaard. Dat doen wij. Bam. En dan gaan wij deze pickaxe even kwijtraken binnenkort. Ik moet misschien ook weer een prullenbak in het huis maken, want ik heb een hele hoop zooi al. Hebben we nog iets nuttigs? Iets dat ik in de oven kan douwen? Ja, kijk. Iron. Dat stoppen we in de oven.
Mijn pickaxe is helemaal goed. Even denken, wat is nuttig om aan te beginnen? Wat is handig? Die kisten moeten eigenlijk sowieso in mijn opslag komen. Ik moet wel 1 of 2 kisten hierboven houden. Maar de rest moet in de opslag komen. Ik ga even inspecteren hoe dat hieronder eruit ziet. Of ik nou eigenlijk wel iets van een kelder erin kan maken. Oké, dat wordt lastig. Nou, een kelder wordt echt lastig. En dan kan ik daar doen. Dus moet ik helemaal aan de rechter... Dat kan. Ja, dat kan. Oké. Huh. Als hij nu als dat despawnt die lief, dan was dat heel jammer. Maar nu, met mijn diamond pickers, kunnen we eindelijk ook obsidian hakken. En een enchantment table gaan maken. En een nether portal gaan maken. En al die andere dingen. Dus dat is wel mooi. En wat gingen we doen? Ik ging even... Oh ja, even kijken. Stel je voor... Waar zou ik dan een trap bouwen? Ik denk hier. Ik ga gewoon eerst even de outlines van alles doen. En dat gaan we dus hier ook even doen. Met de kelder. Hier zou ik een kelder moeten kunnen bouwen. Zo te zien kan dat. Dat is mooi. Dan vraag ik me alleen af, stoot ik hier mijn hoofd? Ja, dan moet even eentje... Even bedenken. Hoe doen we dat? En dan kan ik deze kant op gaan op zich. Werkt dat? Is dan de vraag. Zo. Dan moet die weg volgens mij. Dan stoot ik mijn hoofd niet. En die. Deze pik eens opmaken natuurlijk. Zo. Volgens mij, als ik dit doe, ziet dat er best oké uit. En dan had ik nog fences. Dat wist ik. En die dumpen wij even erom. Precies genoeg. En dan kunnen wij hier fatsoenlijk naar beneden lopen. Kijk, het begin is er. Dat is mooi. En nu de volgende stap. De zijkant even in stone veranderen. Want de kelder moet stone worden. Heb ik stone? Nee. Dus we hebben een oven nodig. Om even mijn cobblestone te gaan omzetten. Hoppa. Kool. Oh wacht, ik had kobbel. Hoeveel nog? Nog redelijk wat. En heb ik nog kool hier ergens? Nope, heb ik niet. Nou, dan graven we alsnog even een stukje. Hoe ver is handig? Even kijken hoor. Dit is max 1, 2, 3... Oh, maakt op zich niet zo heel veel uit. Ik denk... Oh, niet diamond. Even die handen. Ik denk als ik het 4 hoog maak... Waar is mijn shovel? Daar. Dan is het wel goed. En eigenlijk moeten we dan natuurlijk ook een ondergronds zwembad hebben, hè? In onze kelder. Dat is wel heel cool. Dan kunnen we Pool Party 2.0 houden. Dat is wel heel nice. Wie stemt voor? Ik stem voor. Oké. En we hakken een dubbel weg. En we kunnen maar een klein stukje deze kant op. Ik ben nog niet van plan om dat heel ver te doen. Eigenlijk is het heel vet als er een heel erg groot complex onder zit. Dat je echt denkt van, oh, een mooi huisje bovenop. En dan, oh mijn god, een gigantisch complex. Dat is best vet. Oh, duurbekkers. Het is leuk je gekend te hebben. Maar nu hebben we de leukere versie, de snellere versie en de betere versie. De Diamond Pickaxe. En geluiden. Oké. Zo. Oh, wacht, nog eentje aan die kant erbij om even het gelijk te maken. En dat is nog lang niet hoe groot het gaat worden, hoor. Maak je geen zorgen, het wordt nog veel groter. Dit is absoluut niet groot, namelijk. Dit is minuscuul. Nou, we doen wel even 1 laagje erbij. En dan vind ik dat voor nu even genoeg. Zo. Oké. Voor nu vind ik dat even genoeg. We hangen even wat torches op. Zodat er geen zombies, et cetera, random in mijn huis komen. Zo. En, ja, we hebben wel aardig wat gedaan in deze episode. We hebben een dak gebouwd. Oh, is hier nog een uitsteeksel? Oké, dit vraagt om maatregelen. Oké. Oh, waar ben je? Die. Heb ik een axe? Die heb ik. Ga weg. Zo. Oké, gefixt. Maar ja, we hebben aardig wat gedaan, zoals ik zei. We hebben een dak gebouwd. De trap heb ik daarvoor al veranderd. We hebben Bart en Hans. Dus dat is helemaal goed.
We hebben een extra oven zelfs. Yeah. Een deel van de kelder die er gaat komen. Het geweldige bord des dingen doen. Als ik het onthouden heb. Het dingen doen bord. Excuses. En ja, overal. Overal hebben wij een beetje. Ik wou overal zeggen, maar het werd Nederlands overal. Hebben wij een. Ja, best wel goed gewerkt vandaag in deze episode. Dus ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je deze video leuk vindt, kan je hem een like geven. En ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.